Hey mensen van Falco Games, ik ben Mart en ik ga voor jullie FIFA 12 spelen. Jullie kennen mij waarschijnlijk al van Amnesia, de gastrol die al eerder op dit kanaal is verschenen. En ik had eigenlijk nog zin om nog een gastrol te maken voor Falco Games. En mij leek het wel leuk om FIFA 12 te gaan spelen. En mij leek het ook wel leuk om dan gelijk een carrière te beginnen op dit kanaal. Zelf speel ik al een carrière met FC Twente op mijn eigen kanaal, dus als manager. En eigenlijk wou ik nu gewoon een keer als speler beginnen. Ik zie hier Italië gelijk voor mijn neus staan. En dat lijkt me gelijk een leuke competitie om mee te beginnen. Waarom niet de Eredivisie? Omdat ik daar al heel erg veel in gespeeld heb. Omdat ik daar al heel... Lekker geen Nederlands, Bart. Ja. Maar goed. De Serie A, daar gaan we spelen. En we gaan even een leuk team uitkiezen waar we gaan spelen. En we gaan een eigen mannetje maken. Dat doen we ook nog even. Dat is hartstikke leuk om te doen. Maar is het team? Ja. Ik wil niet bij een al te groot team spelen. Een beetje een kleiner team. Dat is altijd wel leuk. Maar welke? Udinese. Di Natale speelt daar. Oh ja, natuurlijk. Atlanta. Atalanta, sorry. Bologna. Cagliari. Ik ben heel slecht in Italiaanse namen. Pardon. Cassena. Nee, weet je wat? We doen gewoon, omdat het kan, Udinese. Ja. Moeilijkheidsniveau, wedstrijd, wereldklasse. Ik vind het prima. Duur speelhelft, 4 minuten. Dan duren de video's niet al te lang. Valuta, euro. Stadion vind ik prima. Vind ik een mooi stadion. Gebruikte teams, standaard met VP. Ik kan laatst downloaden doen, maar dan... weet ik niet. Dat doet hij niet op de een of andere manier. Een beetje raar, maar we doen gewoon standaard met VP. En dan zit er wat oude spelers bij. Maar wat maakt het uit? Ja. Oké. Als alle spelen, dat is als vrienden. Dat hebben we niet nodig. Ja, doorgaan. Oh, verder. Ik druk op terug. Dat is heel makkelijk. Nieuwe spelen maken, ja. Hoe gaan we de speler noemen? Ik zat gelijk eigenlijk al te denken aan CJ of zoiets. dat leek me wel grappig. Of man met snor. Of zoiets. Of man met supercoole snor. Wacht maar, we noemen hem gewoon... John... Son? Schrijf het zo? Ik hoop niet dat ik het fout spel, hè. Nou, ik vind het niet erg. Bekend als super coole snor. Kan ik geen snor meer typen? Wat is dit nou voor shit? Kom op zeg, snor. CJ. Oké, ik vind het ook best. Naam voor commentaar. Johnson, volgens mij. Johnson. Staan die heer Jenkins... Leroy Jenkins. Nee, dat doen we niet. We doen gewoon Johansson, John, Johnson. Johnson. Oké, dus Johnson is wel goed. Naam op rug. Ja. Gewoon CJ volgens mij dan, hè. Kijken. Kan ik dat? Nee, ik kan het geen zien. Of wel? Ik kan het niet draaien. Oh, shit. Nee, dat wil ik niet doen. Hij is. Nou, wat zullen we doen? 1,80 meter. Zijn gewicht is... niet zo zwaar zeg. Zo. rond de 80. Nou, 85 is prima. Postuur gemiddeld. En tint. Ja, jongen. Het is Carl Johnson, hè. Dus we doen een beetje zwart. En het haar. Even kijken of we... die look kunnen vinden. Oh ja. Yeah. Dat is echt gangster, jongen. Ja, maar het moet wel een andere kleur zijn. Of is die vet? Nou, doe gewoon die. Maakt niet uit. Haar kleur. Zwart. Gezichtshaar. Ja, nu komt het. Een supercoole snor uiteraard, jongens. Dat moet er gewoon bij. Anders is CJ niet compleet. Of smalle bakkenbaarden. Nee. Snor. Kleur gezichtshaar. Eeuw.
Nou, laten we gewoon die kleur doen. Ik vind het prima. Wenkbrauwen. Plaats wenkbrauwen. Nu kijkt hij heel erg verbaasd. Laag. Beetje in midden. In, uit, in, uit. Schud hem lekker uit. Nee, daarin. Prima. Vorm wenkbrauwen omhoog. Smal. Oh. Kan ik... Nou ja, ik vind het best zo. Ogen. Vorm ogen. Holy moly. Zo. Die kijk schil, zeg. Oh mijn god. Hey. Oké, laten we het een beetje normaal doen. Nee, niet zo. Prima. Detail ogen geplooid. In, uit, zo. Hij kijkt een beetje raar uit zijn ogen. Maar ja, boeien. Breed. Smal, wat is dit? Oh! Nu kijkt hij echt heel erg gestoond. Zo, CJ, wat heb jij genomen, man? Echt. Oké, laten we gewoon een beetje normaal doen. Zo. Kleur ogen. Ja. Ja. Zo. Zo, zeg. Nou, doen we gewoon deze kleur. Prima. Oren, plaats oren. Ja, zo kan hij beter horen natuurlijk. Hè. Als iemand op het veld zegt, hey, pas even naar mij. Die kan hij dat heel goed horen. Ja, maar ik laat die oren een beetje zo. Stel oren, oordel natuurlijk. Neus, plaats neus. Beetje hoog, beetje laag. Nou, smal. Breed. Oh. Ik krijg een hele brede neus. Zo. smal. Of breed. Ik vind het prima. Stel neus. Links gebogen. Ja, jongen. CJ heeft wat klappen gehad. En daardoor is zijn neus wat gebogen. Dus. Ja. Dan doen we een beetje naar links. Profielneus. Groot. Klein. Klein. Oh, oké. Okay. Die doen we groot en die doen we klein. Ik krijg nu zo'n wipneusje. Nee, we doen die het groot en die doen we wat in. Zo. Prima. Neusvleugels. Zo. Die doen we ietsje naar binnen. Ja. Perfect. Detailneusvleugel breed. Smal. Nou. Die neus ziet er niet uit. Ik vind het allemaal prima. Wangen. Plaats wang. Hoog. Ah, die glimlacht die. Ah. Laag, klein. Nee, zo. Prima. Stel wangen. Vol. Volle wangen. Smalle wangen. Ja, ah, goed joh. Mond. Positie mond. Hoog, breed. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Nee, we noemen gewoon een beetje smal. Beetje hoog. En die en dan een beetje... Zo. Nee. Wacht even, dat fix ik wel. Wacht even. Ja, ik vind het goed. Lippen, dik. Ja, hij heeft zoete lippen, jongen. Kijk eens. Hoppa. Iets minder. En die gebogen. Nee, recht. Zo, ja. Hij glimlacht een beetje. Hij heeft een beetje plezier in het leven. Omhoog. Rechts. Zo. Ja, hij denkt van... Ja, zo goed zo. Ja, zo. Ja, prima. Kaaklijn. Karakteristiek. En hoog. Smal. Breed. Ik zie geen verschil. Wacht even. Oh, wacht. Daar. Aha. Nou, prima zo. Kin. Lang in de punt. Nee, lang in de vierkant. Ja. Zo. En in of uit.
Nou, prima zo. Selecteer schoenen, dat is een hele belangrijke ding. Daar moet hij zijn hele leven op lopen. Zijn hele leven, op zijn... in zijn voetbalcarrière tenminste. Wit en goud. Ik zie hier toch echt wit en zwart. Ik zie geen goud. Oh, daar is goud. Ah, gaaf hoor. Doen we. Enkel, ja. Wit, ja, taaien niet in broek. Mouwen, lang, kort, lang, kort, kort. Handschoenen. Nee, want het is nu volop zomer. Tenminste, het was best wel warm vandaag. Dus je gaat geen handschoenen aantrekken. Linkerpols, yep. Wit. Ah, doe gewoon wit. Rechterpols. Ja, ziet er sportief uit. Mooi. Kouslengte, normaal? Nee, hoog. Normaal, laag. Hoog, natuurlijk hoog. Oké, aanvallen. Ja. Ik wil hem niet altijd goed hebben. Dus ik doe gewoon even random. Ooglicht, stop. Ooglicht, stop. Ooglicht, stop. Nou, je ziet niet dat ik mijn ogen dicht doe, maar ik doe het echt wel. Stop. 64, oké. Volley, stop. Nou, iets meer. Die doen we op 75 en zwakke been. 4. Nee, geen 5. 4, ja. Verdedigend. Laten we zo. Skills. Nou, hij heeft skills hoor. Dribbelen kan hij heel goed. Zo, doen we in de 80. Curve. Nou. Hoort er een beetje bij. Nou, curve voetenwerk kan hij ook wel goed. Lange paas. Nou, daar kan hij iets minder. Daar is hij niet heel goed in. Balbeheersing. Ja, jongen, die bal is van hem. Niemand komt van de bal behalve hem. Ja? Ja? Echt alleen hem. Schotkracht. Ja, hij kan wel een balletje schieten, ja. Springen. Uithoudingsvermogen. Kracht kan hij ook wel. Heeft hij ook wel. Want, eigenlijk heeft hij dat niet, hè. Want hij knalt iedereen neer met Uzi's en rijdt hoeren plat met een wagen. Dus hij doet zelf niet echt heel erg veel. Maar ik geef hem wel iets kracht. Afstandsschoten. Ja, hij kan heel goed mikken. Beweging. Versnelling. Nou, zo. Sprintsnelheid. Lenigheid. Nou, een beetje zo. Reactievermogen. Ja. Balans. Nou, je krijgt het niet makkelijk van zijn plek af. Laat ik het daarop houden. Instellingen. Agressie. Ja. Ik denk... Als je iedereen een beetje uitmoordt in Zone de Reyes, dat je wel agressief bent. Nee, doe iets minder. Anders gaat hij heel veel gele kaarten krijgen en zo. Onderschepping. Positie aanval. Visie. Strafschoppen. Daar is hij niet goed in. Dat doen we gewoon niet. Consistentie. Ja, ik heb geen flauw idee wat het is. Ik vind het zo goed. Doelman, laat het erbij. Zo mensen, en toen was onze Carl Johnson klaar. Ik heb nog wat klein dingetje veranderd, even heel snel. Ik heb... even kijken. Waar is dat? Daar. Ik heb even zijn geboortejaar wat naar boven gebracht. Want hij was een beetje oud. En het is een nieuweling in het team, dus hij moet ongeveer net beginnen. En hij is nu volgens mij 18 of 19. En hij is geboren op 1 april, dus het is allemaal een grapje. Nee, oké. Okay. Nou, we gaan beginnen met Carl Johnson. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet eventjes een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet eventjes te abonneren op Vaco Games. Vergeet niet even te abonneren op mij, als je me leuk vond. En ik zie jullie de volgende keer terug met een nieuwe FIFA 12, deel 2 dan. Weer met CJ en zijn super, super, super coole snor. Zijn super talentvolle coole snor. En ik zeg dikke doei en tot de volgende keer.